Als je je eigen grenzen niet aangeeft als therapeut, dan help je daar uiteindelijk je cliënt niet mee. Want jij bent zelf het rolmodel voor je cliënt. Dus als die ziet dat jij jouw eigen grenzen aangeeft, dan ziet hij daarmee ook het belang, hij of zij, van het aangeven van de eigen grenzen. Dus als therapeut is het belangrijk dat je je grenzen aangeeft in de tijd, dat je sessies niet uit laat lopen, dat je aangeeft het belang van het op tijd zijn, dat je ook tussen sessies in niet nog heel veel gaat uitwisselen dingen over de mail, omdat je dan over je eigen grenzen heen gaat en uiteindelijk bouw je dan een woede op in jezelf over het feit dat je over je eigen grenzen heen gaat. En bewaak je niet je eigen ruimte om voor jouw vrije tijd of voor jouw studie of om meer ruimte te hebben tussen de sessies voor weer de volgende cliënt. En wanneer je de grenzen aangeeft, dan komt ook jouw cliënt zijn of haar grenzen tegen. Dan kom je tegen van, oh, er is een limiet aan de sessie. En wat doet dat bij mij? Wat triggert dat bijvoorbeeld uit mijn verleden? Of wat doet dat met mij in waar ik de therapeut ben gaan zien als een soort vervanging van mijn moeder of van mijn vader? En wat wordt er dan aangeraakt? En daarmee kun je dan weer in een volgende sessie verder werken. Het kan ook zijn dat je als therapeut voelt van, hé, dit is heel veel wat de cliënt mij nu vertelt. En door de beelden en door de heftigheid van wat er met mijn cliënt is gebeurd, word ik ook geraakt. Dat doet ook iets met mij. En als je dan niet zegt van, laten we vertragen, vertraging is sowieso goed, ook voor de cliënt, maar laten we vertragen of dat je zegt, dit is heel veel wat je nu noemt. Ik heb nu even nodig om dit op mij in te laten werken en om ook mijzelf weer te settelen om verder te kunnen gaan met de sessie, om het ook in mij te laten landen. En om het ook voor mij, voor ons beiden in kleine stukjes op te delen, zodat we er echt naar kunnen kijken. Dus eigenlijk is het zo, meestal zo, dat wat voor mij als therapeut goed is, dat dat ook voor mijn cliënt goed is. Want je bent toch samen in resonantie en alles wat jou overbelast als therapeut, wat mij overbelast als therapeut, wordt voelbaar voor mijn cliënt. En dat schept geen fijne ruimte om in te kunnen werken. Ik heb dat zelf gemerkt als ik dit filmpje opneem, dan heb ik een paar dagen geleden weer een zesdaags blok gehad van mijn traumaopleiding. En daarin werkte ik, oefende ik als therapeut en met iemand die zich beschikbaar stelde als cliënt in mijn groepje. En er was de assistent die ons groepje begeleidde en er waren nog twee observators, of observators in ieder geval mensen, supporters, die keken naar wat zij zagen gebeuren.
En ik was bezig met mijn cliënt en die had ook wel een thema van grenzen aangeven aan zijn ouders. En naast mij zat degene die het groepje begeleidde en die had al een paar interventies gegeven, dus een paar ideeën, mij een paar keer gestopt om te kijken van goh, dit gebeurt er en dit zou je kunnen doen. En op een gegeven moment voelde ik dat ik echt in de flow zat en zei ik tegen de assistent van mijn opleiding: nu wil ik een paar minuten waarin ik zelf op mezelf verder kan gaan met deze sessie. En ik vond het spannend om te doen, maar ik voelde ook dat ik ruimte creëerde voor mezelf. En het was heel opmerkelijk wat er gebeurde met mijn cliënt. Die, doordat hij zag dat ik mijn grenzen aangaf en dat ik creëerde wat goed was voor mij, kwam er ineens een beweging in hem tot stand om ook zijn grenzen aan te geven. Dus zo belangrijk is het voor jezelf als therapeut om je eigen grenzen aan te geven. Voor mij is het ook belangrijk om te zien wat er achter zit als ik niet mijn eigen grenzen aangeef. Het kan zijn dat ik me er überhaupt niet bewust van ben. Wat er voor mij ook achter kan zitten, is dat ik aardig gevonden wil worden. En wat er bij mij ook achter zit of zat, is dat ik dacht, als ik mijn grens aangeef, dan voelt die ander zich niet gezien en dan hertraumatiseer ik die ander. Terwijl toen ik dat ging onderzoeken, ik zag dat dit een vorm was van disrespect naar mijn cliënt. Dat ik er niet van uitging dat die cliënt zijn of haar eigen kracht heeft en dat die ook zonder mij tot nu toe heeft overleefd. Dat hij heel veel overlevingsmechanismen heeft ingezet en heel veel wijsheid heeft ingezet en heel veel geëxperimenteerd heeft in zijn leven om überhaupt te kunnen overleven en om te dealen met alles wat er in zijn of haar leven gebeurde. Dus in feite, als ik denk dat ik zo belangrijk ben dat ik dat het ervan afhangt van mij of een persoon nog 10 minuten langer van een sessie nodig heeft, die over de grens gaat van de sessie, of dat ik nog 10 minuten langer zou moeten praten met iemand, dan respecteer ik die ander niet. Dus ik respecteer mezelf niet. Want ik ga over mijn grenzen heen, bijvoorbeeld van de tijd, en ik respecteer die ander niet in zijn of haar vermogen zichzelf te dragen. Meer filmpjes die ik heb gemaakt over coaching deel ik in een link in de beschrijving onder dit filmpje.